Nou, wij zijn hier vandaag bij het Medieplein op de Van Pallandlaan 4. Dit is het oude korfbalclubhuis. Wij zijn hier sinds januari, hebben wij hier onze praktijk gevestigd. Dus de praktijk van mijn moeder en ik is hierheen naartoe gegaan. Dit pand is het Medieplein Wezep. Dat is een gezondheidscentrum met een sociaal randje. Ik zal er zo meteen wat meer over vertellen. Wij hebben aankomende zaterdag, dat is de 24e van juni, hebben we de opening van het Medieplein. En dat begint om 2 uur en het eindigt om 5 uur. En om 3 uur hebben we een officieel openingsmoment. Ik heb in Amsterdam gewerkt, 5, 6 jaar lang. Daar heb ik ook seniorengym gegeven, ongeveer 4, 5 jaar lang. En de bedoeling is dat we dat ook hier gaan doen. Dus we zullen ook hier seniorengym aanbieden en misschien ook wel andere fysiotherapie. Vormen hier buiten op het veld. Dus na het sporten kunnen mensen dan of buiten of binnen een drankje nuttigen met elkaar. Oh, we hebben hier ook wat planten neergezet. Dus wat tomatenplanten, wat andere groentes en ook wat aankleding, wat leuke bloempjes. Dus dat staat allemaal hier. En ook rondom het gebouw zie je wat aankleding. Op het Medieplein hebben we dus naast fysiotherapie, wat ik verzorg, hebben we ook podotherapie. Dat doet Peter Schol en Erna van S. Die doet de sportmassage. En vanaf augustus verwachten we ook dat er een medische pedicure zal aansluiten. En we hebben inmiddels ook gesprekken met een lifestyle coach. Dus die zullen zich ook gaan vestigen hier in dit pand. Nou, we staan hier in de koffiebar. Deze koffiebar is elke woensdag van 11 tot 3 geopend. We hebben een samenwerking zijn we aangegaan met Lambert Jongetjes, de oude eigenaar van de Zeven Heuvels. En via Lambert zijn we in contact gekomen met Gerrieke de Bode. En Gerrieke die werkt hier elke woensdag van 11 tot 3. En die serveert hier dus koffie, thee, cappuccino en huisgemaakte taart. Naast fysiotherapie en sport heb ik nog een derde hobby en dat is koffie. Dit is een Italiaans espressoapparaat. Met een mooie molen erbij. Deze is zeer goed in staat om mooie espresso's te maken, mooie cappuccino's. Ik wil nog even benadrukken dat elke woensdag de koffiebar voor een ieder geopend is. Dus u bent van harte welkom om hier, ook al heeft u geen behandeling, hier een lekker kopje koffie te drinken. Nu naar het medische gedeelte, dat is hier. En allereerst gaan we naar mijn eigen behandelkamer. Komt u mee. Ik behandel hier mensen met nek, rug, schouder en ook sportblessures. Ik heb de praktijk van mijn moeder overgenomen. Mijn moeder die werkte altijd vanuit de Van Limburg-Stierumlaan. Ik heb daar gezamenlijk met mijn moeder 3, 4 jaar gewerkt. En toen hebben we de overstap gemaakt, toen heb ik eigenlijk de overstap gemaakt naar dit pand. Op de Van Limburg-Stierumlaan was hartstikke mooi, maar dat was wel een praktijk aan huis. Mijn ouders die woonden daar nog. Ik wilde natuurlijk wel mijn eigen plek. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk om goed samen te kunnen werken met andere disciplines. En dat is de reden dat we hier naartoe zijn verhuisd. Omdat deze ruimte ook de mogelijkheid biedt om met andere disciplines samen te werken. We zitten hier in de wachtruimte. Wij behandelen middels de McKenzie-methode hier. Dat is een fysiotherapeutische behandeling gericht op nek, rug en met name ook uitstralende klachten. Uitstralende klachten in de arm, vanuit de schouder naar de onderarm toe. Of vanuit de rug naar de bil, naar de heup, naar het bovenbeen of zelfs naar de voeten. De McKenzie-methode gaat uit van houdingsadvies, behandeling van het aangedane deel, dus de rug of de nek. En oefening, dat mensen thuis oefening kunnen doen om direct hun klachten van de uitstraling te verminderen. We zijn hier in de gang. En ik ben een samenwerking aangegaan met Gert Pruik. En Gert Pruik is een aquarelschilder. Hij woont in Wezep, nu al afgelopen tientallen jaren. En hij maakt aquarelschilderijen. Hij heeft hier een expositie daarvan. Ik heb ongeveer 8 à 9 schilderijen hier hangen. En mensen mogen hier binnenkomen en die ook gewoon allemaal bekijken als ze dat willen. Dus je bent van harte uitgenodigd. Nou, we gaan hier de kamer van Erna van S binnen. Erna van S is zelf een hardloopster. Ze doet de halve marathon en ook de hele marathon rensen. En ze verzorgt sportmassage. We staan hier voor de kamer van Peter Schol. Peter Schol is onze podotherapeut. Peter die heeft jarenlang in Zwolle gewerkt. Ik ben erg blij dat hij sinds maart nu ook vanaf deze locatie werkt. Ik heb inmiddels ook al een aantal patiënten met hem samen gedaan. Waarbij we dan gezamenlijk kijken naar voetproblemen, beenlengteverschillen. Dus dat maakt het extra leuk voor ons. En natuurlijk extra
goed voor de patiënt, omdat die door twee ogen wordt gezien. Deze grote ruimte heeft een dubbele functie. Het café, waar we het al eerder over hebben gehad, hè, de koffiebar, maar ook de oefenruimte. En die bevindt zich hier. De oefenruimte gebruiken we voor fysiotherapie, maar ook voor pilates en yoga. Op de maandagavond geeft Anneke Butijn hier de pilates. Pilates gaat over het aanspannen van de buikspieren, maar dan allemaal gecontroleerd. En Anneke die zorgt ervoor dat, ook al heb je blessures of lichte pijntjes, het wel zorgvuldig wordt gedaan. Op de dinsdagavond geeft Herma Jonker hier yogales. Yoga gaat over het rekken en strekken van de spieren en een stukje ontspanning. En ook dat wordt gegeven in een groepje van 6 tot 8 mensen. De verbouwing van het pand hebben we grotendeels de raamstructuren gehouden zoals ze zijn. We hebben wel nieuwe ramen erin gezet, maar alleen op de plekken waar er al ramen waren. Hier echter is het toch wel een uitzondering. Hier hebben we een lichtstraat ingebouwd. Dus die loopt van de ene kant van het dak naar de andere kant en dan door naar de grond. En zo zorgen we ervoor dat deze ruimte extra groot oogt. Nogmaals, 24 juli, aankomende zaterdag, is hier dan de feestelijke opening van dit prachtige pand. Alle geïnteresseerden zijn hartelijk uitgenodigd om er samen een feestje van te maken. Ik zie u graag.